قِبْلَ نُمَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. السلام عليكم. Vrede zijn met u en welkom bij ons in de moskee. Vandaag wil ik jullie meenemen in wat wij vanuit onze gemeenschap doen in Nederland voor de maatschappij. Wij zijn speciaal in deze moeilijke tijd gestart om daklozen en behoeftigen te helpen door middel van ondersteuning van verschillende organisaties in Nederland. Gaat u mee naar binnen? Ik zal jullie nu meenemen in wie we zijn, wat we doen en waarom we dit doen. Hierin is het belangrijk om te weten dat wij zijn georganiseerd als Ahmadiyya-Moslimgemeenschap over de hele wereld. En wij hebben een internationale hoofd. De Ahmadiyya-Moslimgemeenschap kent de Khalifa van de Vrede. En hij heeft ons als gemeenschap opgeroepen om zich in te zetten in deze moeilijke tijd van COVID-19. Om de maatschappij en de medemens te helpen. En dit oproep hebben wij opgepakt in Nederland om samenwerking te zoeken met Humanity First. Ook een internationale organisatie en die zich ook in Nederland inzet. Samen met de jongere organisatie en de oude organisatie van de Ahmadiyya-Moslimgemeenschap. En samen maken wij dagelijks onze inzet voor maken van eten en voedsel voor daklozen. En dit is vanuit de verantwoordelijkheid die de islam ons heeft gegeven als moslims. Namelijk de verantwoordelijkheid jegens onze God en de verantwoordelijkheid jegens de medemens. En daarin zetten wij ons dagelijks in. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor nu en ik zal jullie overdragen aan mijn broeder Zain. Dankjewel. Momenteel zijn we voornamelijk actief in Amsterdam, Almere, Den Haag en Nunspeet. Mocht u hulpbehoevende mensen kennen of bent u zelf hulpbehoevend, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. En nu gaan we jullie meenemen naar de plek waar het eten voorbereid wordt. En in de huidige tijd is het natuurlijk belangrijk dat we een mondmasker opzetten. Oké, we zijn nu aangekomen in de keuken. Hier hebben we rijst met verschillende soorten groenten gekookt. Nu zijn we aan het einde gekomen van dit filmpje. Wij hopen dat wij hiermee jullie inzicht hebben kunnen geven in hoe wij dit project organiseren vanuit Humanity First. De Ahmadiyya-Moslimgemeenschap heeft altijd geprobeerd om wereldwijd de mensheid bij te staan in verschillende noodtoestanden. Wij hopen dat wij hiermee wat verbroedering hebben kunnen veroorzaken in de maatschappij. En wie weet komen wij bij jullie binnenkort ook maaltijden doneren.